Vandaag zijn we onderweg in het land van Kalk. En dat betekent dat we ook gaan wandelen over een deel van het plateau van de Kunradersteen. Dat plateau dat strekt zich uit van Voerendaal via Bochels tot bij Aken. Ik sta hier in het nieuwe natuurtransferium nabij de Kunradersteengroeven. Hier starten de wandelingen over het land van Kalk. Wat goed steekt? Wit roet trafikant. Dus met een soort baksteen. Ja. De Kunrader steengroeven is de enige nog in werking zijnde steengroeven in Nederland. Al sinds 1902 wordt hier een dagbouw kalk gewonnen. In de Kunrader groeven mag jaarlijks maximaal 2000 kubieke meter kalksteen gewonnen worden. Deze kalksteen die is hard en duurzaam. Dat wisten de Romeinen al. Zij bouwden daar hun villa's in deze regio mee. Natuurgebied de Kunderberg, letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van het land van Kalk. Een uniek stukje Zuid-Limburg, met een kalkbos, kalkwanden en weilanden die vol kalk zitten en die dus begraasd worden door het nagelandschap. En in het voorjaar bloeien overal orchideeën. Het land van Kalk heeft een rijke voedingsbodem en daarom zie je overal in dit gebied bijvoorbeeld wijngaarden zoals het wijngoed Fromberg en fruitboomgaarden zoals hier achter mij. Op 9 september 1944, enkele dagen voor de bevrijding van Voerendaal en omstreken, werd op deze plek de Belgische verzetsman Le Chantre gefusilleerd door de Duitse bezetter. En dit monument herdenkt hem.